20 juni 2014 was het toen Junior Bouwens zich tot Europees kampioen bij de lichtgewichten kroonde. Een verdiende overwinning tegen de 20-jarige Hongaar Gheorghe Micae. 2015 moet het jaar van de bevestiging worden. De Europese titel moet verdedigd worden en wie weet wat er dan nog allemaal komt. Maar eerst is er nog de Christmas Junior Fight. Het is vooral de bedoeling om wedstrijdritme op te doen. De tegenstander is de nummer 1 van Letland, Ivan Levikis. Sporting 8 trok een avondje in het spoor van Junior Bouwens. Het is in feite een voorbereidingskamp, omdat we hebben hem gekozen om ten eerste revanche. Die gast heeft al jarenlang naar vraag, dus daarmee geef ik hem die revanche. En het is ook een beetje de stijl van Casal, mijn titelverdediging die ik in februari moet doen. Jij bokst een beetje gelijk Casal en daarmee is een goede voorbereiding naar die kamp toe. De coach wil dat het stil is, omdat we constant geconcentreerd moeten zijn op ons tegenstander. Daarmee moeten we dat respecteren en daarmee is het altijd stil. Ik slaap me uit. Tijdens de dag doe ik niet veel. Gewoon mentaal altijd op de kamp fixeren, dat doe ik wel. Over de rest is het gewoon relaxen en wachten tot je dat in de ring moet staan. Het was zo rap mogelijk erin. En dan op is? Of het al boxen? Het al te inbox. Toen won ik gewoon in de vijfde rond. Leverslag. Maar het zal niet zo makkelijk zijn als de vorige keer. We hebben samengewerkt, ik en mijn kopa. Hij behoudt zijn plan. Dus dat is zijn tactiek bezig dat hij moest doen. Hij is goed bezig. Hij is aan het winnen, hij staat voor op punten. Maar hij moet wat meer kracht achter zetten. Gaat hem iets overkomen? Is hij voldoende gefocust? Staat hij scherp? Is hij klaar voor de wedstrijd? Dus ik denk, ook als hij bokst, denk ik als ware ik zelf, junior. Zo beleef ik de wedstrijd. Dat was een goed moment. Oh, een camera voor mij zegt. Kijk, ik paar documentaires zo. Ik heb al tv zo over de vloer gehad. Dus ik weet wel wat het is. Zolang als niet door tijdens kwam, dan doe mij dat niet. Thank you.
De overwinning zit al in mijn kop. Zo stop ik in de ring. Het is niet van geen grijntje van zenuwen of dat je denkt van ja, ik ga je verliezen. Totaal gefocust op die tactiek en de overwinning. Ik kijk niet in de ogen. Ik ga gewoon een vlukje alles af wat wij die twee laatste maanden voorbereid hebben, de tactiek. En dan vanaf de eerste gong, als de gong gaat, ja. Zo na 20 seconden dat zijn neus al serieus aan het bloeden was. Vroeger, als ik iemand zag bloeden, ja, was ik te gretig en maakte fouten. Omdat je ziet, ah, het bloed, ik moet hier afmaken. Maar ik heb er nu zo op geleerd om mij kalm te houden. Het bloed, dat doet er niet toe. Het is 8 ronden, hè? En we waren maar aan de eerste ronde bezig. Dus ik kan altijd 1 slag is genoeg voor zelf op je gat te zetten. Ik ben vooral ongerust dat hem niet zou overkomen. Dus, ik ken de gevaren van deze sport. Dus als je mij vraagt wat is uw eerste gevoel, dan is het een gevoel van ongerustheid, van bezorgdheid. Mijn trainer? Ja. Dat is altijd fijn. Ja, nee, hij loopt goed. Hij is content omdat ik goed luister naar hem. Bij mijn vorige kampen heb ik altijd de tactiek in de wind geslaan en dat beviel hem niet. En nu heb ik goed luister en hij is echt content. Ik zie het aan zijn gezicht. De mensen staan echt achter mij en dat blijft. Dat doet wel deugd als sportmens. Je ziet dat ook, kijk nu dat de kamp gedaan was, mensen willen direct bij mij. En ik ben blij dat de mensen nog altijd achter mij staan. Dat is een domme stimulans voor naar de volgende kamp toe.
heel kort direct, hè? Ik ben blij dat bijvoorbeeld de media ook. Ik doe dat graag. Waarom? Omdat het ook de boksport een goede stimulans. Plus het wordt in een positief daglicht gesteld. Anders is het altijd zo negatief. Negatief in de pers. Maar nee, dat doet mij deugd wel. Nu waren er wat turbulenties geweest in zijn persoonlijke levenssfeer de jongste weken. Hij is ook een beetje in de media wat door de modder getrokken geweest. Dus ik vroeg mij af, ja, in hoeverre gaat dat meespelen? Maar zoals dat het zo vaak is met Junior, wanneer men zaken over hem schrijft die niet met de realiteit overeenstemmen, dan krijgt dat een averechts gevolg in de zin dat hij dan nog meer dan vroeger gefocust is en wil bewijzen dat hij de echte kampioen is. Dat is goed, hè? Nu twee weken rust, op het jaar kan goed uitgaan. Ik kan mij goed volstoppen en dan toewerken naar het Europees kampioenschap. Dan. Ik heb nu vanavond voor de eerste keer de bedenking gemaakt, zou het niet goed zijn, van hem nu een aantal maanden naar Groot-Brittannië of naar het buitenland te sturen om echt stage, om al iets verder te gaan dan de Europese titel. Ik denk, als je hem vanavond zag boksen, dat we die ambitie moeten durven hebben.